Deze kinderen bereiden zich wel vaker voor op een wedstrijdje rennen. Maar nooit eerder tegen zo'n grote wereldkampioen. Hij heeft gewonnen op de 100 meter. En dan, ja, is het gewoon... Dan krijg je gewoon, ben je gewoon zo zenuwachtig, omdat je gewoon met zo iemand beroemd, ja, gewoon gaat, je ziet hem, je gaat op de foto en al die dingen. En hij is in het echt best indrukwekkend. Veel groter dan ik had verwacht, zeg maar. Hij ziet er wel groot en heel gespierd uit. Met z'n allen, let's go! Zo'n 50 kinderen rennen deze middag met en tegen elkaar om geld in te zamelen voor het goede doel. Namelijk meer kinderen aan het sporten krijgen. Belangrijk, vindt Usain Bolt. Well, as a young kid, you should do what you love. If it's a problem when you're young, then you might want to try something else. You know what I mean? Because for me, it should be fun and be happy. Usain Bolt wordt ook wel Lightning Bolt genoemd. Dat betekent bliksemschicht. Hij is 36 jaar geleden geboren op het Caribische eiland Jamaica. Als kind rende hij al heel hard. En toen hij groot was, won hij 8 gouden Olympische medailles. In 2009 rende hij zijn snelste wedstrijd, de 100 meter in 9:58. Sindsdien is niemand sneller geweest dan hij. Feels good, you know what I mean? It shows that I set a high standard and it's going to be hard to be broken. Hopefully it will stay around until my kids grow up. Deze kinderen willen het wel eens proberen. Go! Het scheelt niet veel, maar het is niet Bolt die als eerste over de finish komt, maar de 12-jarige Samuel. Die is sneller. Het was wel in het begin een beetje lastig, want er stond iemand recht in het midden. Dus ik moest uitwijken. Dus. Maar voor de rest vind ik dat ik het nog wel goed heb gedaan. And I enjoyed the 100 meters. I cheated a little bit. You did? Yeah, I started a little bit early. But you didn't win. No, I didn't. It's the bad, my jeans and bad shoes. I wasn't prepared. But I let them win. You let them win, but really? Nou, hij hield zich een beetje in. Ik had wel fijn gevonden als hij iets sneller ging, want dat was voor mij ook iets moeilijker geweest, maar ja.